Het bedrijfsleven heeft geen klachten over de aanpassing van het minimumuurloon. Dit zei minister Stephen McAndrew van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken eerder deze week aan journalisten. De bewindsman merkte op dat het minimumuurloon voor dit jaar niet verder zal worden verhoogd. Nee, er zijn geen klachten daarover. En u weet dat we het gefaseerd hebben doorgevoerd. Een paar maanden was het 30, nu is het verhoogd naar 35. En dat was in, ook besloten om de zorg die er was bij sociale instellingen en het bedrijfsleven toch wel enigszins te minimaliseren. Maar er zijn geen andere klachten bij mij binnengekomen. De bewindsman zegt dat het minimumuurloon blijft bij de laatste verhoging voor de maand juli, zoals besloten is in de regeringsraad. Het is de taak van de loonraad om hem, de minister, voor eind van dit jaar te informeren over het minimumuurloon voor 2024. Wel, voor wat betreft werkgelegenheid, u weet, wij moeten als overheid de condities creëren die de private sector toch wel de ruimte geeft om economische activiteiten te ontplooien, daarbij helpende om werkgelegenheid te creëren voor Surinamers uiteraard op de eerste plaats, maar ook anderen. Dus we zijn in overleg met het bedrijfsleven. Er is een presidentiële commissie die gesprekken voert met actoren uit het bedrijfsleven om te kijken wat hun pijnpunten zijn, zodat er dan daaraan gewerkt kan worden. Volgens McAndrew is de staat zich ervan bewust dat de private sector de motor is achter de economische bedrijvigheid. Hiervoor moeten condities voor deze organisaties gecreëerd worden om hun bestaansrecht te behouden.